Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Nou, het is zondagmiddag en ik heb geen zin meer om naar buiten te gaan. Het is echt weer prachtig weer, maar het is een beetje warm. Ik ben buiten adem. Het is echt ontzettend warm. En als je nu ergens naartoe gaat, naar de strand op bijvoorbeeld of zo, ik wou nog even naar de Brielse Maas toe. Ga ik nog wel een keer doen, maar doe ik een ander keertje. Dan sta je gewoon in de file. En als je dan daar eenmaal bent, dan is het helemaal vol. En ik heb geen zin om een uur weer in de file te staan. Ik heb natuurlijk van de week zijn we naar naar Rokanje Tweede Slag geweest met Kevin en Rianne. En het was ontzettend leuk. Maar op de terugweg hebben we ook alweer een uur in de file gestaan. Omdat er weer overal weer ongelukken gebeurd waren en het was druk op de weg. Het hele eiland voor in de putten stond helemaal weer vol. De dag daarna natuurlijk naar de Efteling geweest. Heenweg nergens last van. Ik was netjes om 10 uur was ik in het park. En ik ben daar tot een uur of twee gebleven. Toen ben ik om 2 uur ben ik weer naar huis gegaan. En daar heb ik ook alweer 3 kwartier tot een uur in de file gestaan. Omdat er bij Dordrecht, Papendrecht verschillende auto's in de fik waren gevlogen. Verschillende ongelukken gebeurd op de weg. En dan ben je zo even een uurtje onderweg. Dan ben je wel weer een uurtje verder. Nou, wat heb ik gisteren gedaan? Ik heb gisteren wel een video geplaatst, maar geen nieuwe vlog. Eindelijk vlog 221, die al een tijdje offline stond, is weer online. Ik heb hem aangepast. Ik heb dingen weggeknipt. En vlog 221 is ook weer... vlog 221 staat als herupload er weer bij. Dus nu kun je in ieder geval alle vlogs die ik gemaakt heb weer zien. Ik ben hartstikke blij dat die ene vlog die ik miste er nu op staat. Want dan is de collectie tenminste weer compleet. Dus kunnen jullie alle vlogs bekijken. De afspeellijst is aangepast. Die heb ik ook weer bijgewerkt. Dus dat is ook weer helemaal goed. En de Efteling afspeellijst is ook weer helemaal netjes. Dus ik ben een tevreden mens. Ik ben een zeer tevreden mens. En wat heb ik gisteren nog meer gedaan? Gisteren ben ik dus weer op pad geweest voor mijn telefoon. Ik heb een contract bij, ik weet even niet meer hoe dat bedrijf heet, maar dat vertel ik nog wel in een andere vlog. Het is namelijk zo, ik heb natuurlijk een nieuwe Samsung Galaxy S9 heb ik. En daar wou ik een voorfrontje voor hebben, of een frontje voor hebben, dat als die valt, dat hij niet gelijk kapot is. Want jullie weten, de telefoons tegenwoordig kunnen niks meer hebben. Als een telefoon tegenwoordig valt, dan is die gelijk kapot. In het begin had je, in de begintijd, toen de mobiele telefoons de pas waren, waren het allemaal van die grote, ijskasten, werden ze wel eens genoemd. Waren echt van die hele dikke, grote, lange telefoons waren dat. Tegenwoordig is alles digitaal allemaal. Touchscreen, meerdere functies erop. Tegenwoordig kun je ook opnemen. Je kan hem gebruiken als navigatie, er zit internet op. Dus tegenwoordig kan je veel meer met een mobiele telefoon. En het nadeel is dat die nieuwe telefoons tegenwoordig geen hol meer kunnen hebben. Bij het minste geringste zijn ze kapot, zijn ze naar de kloten. En je hebt er gewoon geen ene klote meer aan. Want ze zijn bij het minste geringste is het scherm helemaal kapot. En als je een schermpje nieuw wil laten maken, dan een nieuw schermpje, een voorscherm erop, touchscreen, dan zijn ze weer kapot. Dus ik wou een hoes hebben, een omhulsel in ieder geval, dat die wat, dat het wat steviger is. Nou, heb ik gedaan. En ja, het heet iets van iMobile of zo heet dat, heet die zaak. Nou, dan ga je daar een hoesje kopen.
Dan koop je daar een hoesje. En dat is eigenlijk bij alle telefoonzaken is dat zo. Ik heb het voor mij al een keer in een vlog gezegd. Ik heb er al een keer een vlog over gemaakt. Dat winkels proberen er een slaatje uit te slaan en je nog een abonnement proberen aan te smeren of zo van dit of dat. Nou, dat is dus bij mij ook gebeurd. Die man die vond het heel erg raar dat ik nogal hatelijk reageerde. Maar ik heb zoiets van mobiele winkels. Winkels waar ze mobieltjes kopen, internet, providers. Ja. Dat is gewoon tuig. Die mensen moet je gewoon keihard behandelen. Want hun maken misbruik ervan. Ik wil niet zeggen dat iedereen het is. Maar mensen die in mobiele die in winkels kopen, ja, die dus. Ja, mensen die dus daar werken bij mobiele zaken waar je mobieltjes kan kopen. Bij internetproviders bijvoorbeeld Ziggo. weet ik voor allemaal. Die medewerkers, daar wil ik tegen zeggen van jongens, ja, het is jullie eigen schuld een beetje. Het is jullie eigen schuld dat jullie af en toe schoffelijk behandeld worden. Jullie vragen er gewoon zelf om. Mobiele winkels, winkels waar ze mobiels verkopen, vragen zelf om een keiharde aanpak. Ze willen je allerlei dingen aansmeren, abonnementen aansmeren. En dat hadden ze bij mij dus ook gedaan. In eerste instantie ging ik er niet op in. Maar mijn moeder die had zoiets van, nou ja, oké, het is nog wel een beetje te doen. Dus doe het nou maar gewoon. Want dan is je telefoon beveiligd. Of er zit een verzekering op. En nou, als er dan wat gebeurt, daar heb ik trouwens ook nog wat mee. Dan doe je bijvoorbeeld zo'n verzekering doe je afsluiten. En dan is je telefoon dus verzekerd. Als er dan wat met je telefoon gebeurt, krijg je geld terug. Of het wordt kosteloos gerepareerd. Of het zit in je verzekering. Verzekeringsmaatschappijen van die dus mobiels en zo. Dat is ook tuig van de regel. Want die mensen die zitten er ook alleen maar om je geld aan je te verdienen. En om je abonnementen aan te smeren. Want het is altijd zo dat als je een abonnement hebt op iets en er gebeurt wat, ja, dan zit het ineens buiten je verzekering. Alles kan er gebeuren. Nee hoor jongens, het is niet gek genoeg. Je kan gewoon een abonnement nemen. Als er wat gebeurt, krijg je je geld terug. Dat is lulkoek, want dat is niet waar. Want verzekeringsmaatschappijen proberen altijd proberen ze dat als er wat gebeurt met je telefoon en je gaat je verzekering je schakelt je verzekering in omdat er wat gebeurd is, dan zit het altijd net buiten de verzekering en kan je dus alsnog de kosten zelf betalen, terwijl je dus misschien €20 of zo per maand betaalt voor een verzekering. Nou, echt schandalig. Dus ik had die man al vreselijk hard aangepakt. Dat zei hij ook. Want ik zei, nou ja, jullie vragen er een beetje zelf om. Het bekende verhaal wat ik net ook vertelde. Nou, en uiteindelijk heb ik dus een hoesje gehad. Een voorfront. En een frontje voor je voor je display. Voor je touchscreen. Dat je touchscreen beveiligd is. De verzekering is zo dat als jou, je moet het hoesje, de achterhoes en de beschermlaag voor je touchscreen, moet je om je telefoon hebben, anders ben je niet verzekerd. Dan is je verzekering niet geldig. Dus ik heb een voorfrontje, een achterfrontje en mijn telefoon is beveiligd dat als die een keer op de grond valt, er gebeurt wat mee, ik laat hem per ongeluk vallen, dat hij beveiligd is. Nou, ik heb een weekje ermee gedaan of zo. En na dat weekje liet ineens mijn voorscherm liet ineens los. Die was er afgevallen tijdens mijn werk. Ik denk, nou ja, dat is nog niet zo echt zo'n probleem. Ik zet hem er gewoon weer eventjes op. Het moet gewoon heel makkelijk kunnen.
En dan een beetje raar dat hij ineens spontaan loslaat. Maar goed, dat kan gebeuren. Ik doe hem er weer opnieuw op. Nou, toen wou ik hem er dus opzetten. En toen brak het schermpje brak gewoon spontaan. Het schermlaagje voor je touchscreen, die brak ineens. Nou, ik teruggegaan naar de winkel. Een schoftelijke vent was het. En zei hij van, joh, je moet eerst je verzekering bellen. Ik kan je niks nu geven. Bel je verzekering maar en dan krijg je groen licht. Dan kan je terugkomen en dan krijg je een nieuw hoesje. Nou, afijn, zo gezegd, zo gedaan. We hebben de verzekering gebeld. En wat zegt de verzekering? Niks mee te maken. Het beschermhoesje voor je touchscreen moet je gewoon lekker zelf betalen. Je krijgt geen nieuw hoesje. Terwijl wel in de voorwaarden staat dat als je je hoesje er niet omheen hebt, dat je dan niet verzekerd bent. Dus wat ben ik ermee opgeschoten? Ik ben er niks mee opgeschoten. Ik moet alsnog een voorfrontje betalen. En ik, want anders is mijn verzekering die ik dus afgesloten heb niet geldig. En ik ben weer geld kwijt, want ik moet dat hoesje zelf lekker dokken. Nou, hartstikke fijn. Fantastisch. Dus ik ben vandaag, of gisteren, ben ik teruggegaan naar die winkel. En heb ik het hele verhaal uitgelegd. Ik zal het even kort doen, want ik zie al dat ik 7 minuten aan het filmen ben. Nou, alles uitgelegd. De verkoper die ik nu had, die ik gisteren had, dat was een veel aardigere man. Echt hartstikke tof. Als hij dit ziet, hartstikke toffe vent, echt waar. En hij zegt gewoon van, joh, ik vind het gewoon net als ik dat vind, en misschien jullie ook wel, dat het gewoon schandalig is dat je dus een verzekering afsluit voor een hoesje. Het hoesje breekt. Het hoesje moet je hebben voor de verzekering, anders is je verzekering niet geldig. Het hoesje moet je om je telefoon hebben. En als die kapot is, dat hoesje, dan kan je dat lekker zelf gewoon dokken. Nou, hij zegt, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind het gewoon schandalig. Ik had de bon niet bij me, dus hij zegt, maak even een foto van je contract. En dan ga ik erachteraan, want ik vind dit gewoon schandalig dat je gewoon zelf een hoesje moet kopen. Terwijl wel verplicht wordt om dat hoesje te hebben, want anders dan is je verzekering dus niet geldig. Dus ik heb een foto gemaakt, ik heb het door naar hem gemaild en hij zou morgen, maandag, gaat hij dus de verzekering opbellen en hem dus even flink aan de tand voelen. Nou, ik vond het in ieder geval hartstikke tof. Eindelijk een keer een goede medewerker. Niet allemaal zijn ze dus gelukkig zo. Ik heb hem ook hartstikke bedankt, want ik heb wel zoiets van als iemand wat goed doet, moet hij het ook te horen krijgen. Als hij het niet goed doet, ja, dan heeft hij geen kwaai aan me, want het zijn gewoon bedrijven die je gewoon keihard aan moet pakken. Maar als iemand iets goed doet, moet je dat ook zeggen. En dat heb ik ook, want ik heb hem echt vriendelijk bedankt. Ik vond het echt hartstikke tof. Dus bij deze. Nou, voor de rest ben ik 's avonds nog naar de verjaardag van Ramon geweest. Ramonski was jarig. Natuurlijk al een paar weken terug was hij al jarig. Maar hij vierde gisteren die zijn verjaardag. Nou, Kevin die was er en nog twee andere vrienden van Ramon die waren er. En jullie voelen hem al aankomen. Maar voor de rest was er helemaal niemand. We waren met z'n vijven in totaal, terwijl twee jaar terug nog de hele woonkamer vol zat met mensen. Er waren er maar vijf. Echt schandalig, met Ramonski erbij dan vijf. Echt schandalig. Ramon die heeft heel veel boodschappen gedaan. Inkopen gedaan. Lekker wat te eten erbij. Lekker wat te drinken erbij. En dan laten mensen het massaal afweten. Echt schandalig. Ik heb ook
gezegd het in de WhatsApp-groep dat ik het echt schandalig vind, omdat als mensen Ramon nodig hebben, en ik heb dat ook al een paar keer gehad, dan staat Ramon wel gelijk klaar voor je. Kan natuurlijk altijd zijn dat hij even er niet is of zo, of dat hij even wat anders aan het doen is. Maar dan komt hij anders dezelfde dag nog of anders de dag erna. Maar Ramon staat altijd klaar voor je. Je hoeft maar te bellen en te zeggen van joh Ramon, dit en dat is er aan de hand. En dan helpt hij je. Ramon is echt een hele goede jongen is het. Die altijd klaar voor je staat. Ik heb nog nooit meegemaakt dat Ramon er niet was op het moment dat ik het nodig had. En dan laten mensen het zo op deze manier laten ze het afweten. Nou, echt schandalig. Ik heb er echt geen goed woord voor over. Ik vind het echt een schandalig, vind ik het, hoe ze Ramon behandelen. En ik heb ook tegen Ramon gezegd van, joh, de volgende keer als ze weer bellen dat er weer stront aan de knikker is en ze hebben je weer nodig, dan moet je ook maar eens een keer hard wezen. Dat kan Ramon niet, want Ramon is echt te goed voor deze wereld. Maar het is gewoon, ik vind het gewoon schandalig dat er maar 5 mensen komen opdagen. Terwijl Ramon wel, ik denk wel 20, 25, 30 vrienden heb. En dan komen er maar 5 opdagen van die 25. Echt ronduit schandalig. Ik heb er geen andere woorden voor. Ik ben ook gelijk uit die WhatsApp groep gestapt. Want ik was er helemaal klaar mee. Ik had er helemaal geen zin meer in. Dat zijn dan tegenwoordig je vrienden. Van je vrienden moet je het maar hebben. En op zulke momenten kom je je vrienden tegen. Nou, ik ga dadelijk nog eventjes, want ik was met de fiets naar Ramon gegaan. Ik heb de fiets heb ik lekker in de tuin gezet. Want ik had gisteravond was ik pas om 12 uur thuis. Dus ik heb even mijn fiets lekker in de tuin gezet. Mijn schuur is 1 grote klerenzooi. Dus ik zit altijd netjes de fiets bij mijn moeder in de schuur. En ik ga dus dadelijk de fiets nog even terugbrengen bij mijn moeder. En vanavond ga ik nog eventjes, misschien nog wel even nog een vlogje opnemen. Moet nog even kijken wat ik ga doen. Maar in ieder geval, ga ik even rustig, lekker rustig aan doen. Ik ga dan nog even bij de buurman even op visite. Daar ben ik net ook al geweest, maar ga ik daar ook nog eventjes naartoe. En ik hou verder een rustig dagje, want morgen moet ik weer werken. Tot 3:30. Dus morgen dan ga ik gewoon weer aan de slag. Is er weer een nieuwe werkweek. En de 4 dagen, dat is voorbij natuurlijk. Ik heb afgelopen vrijdag de laatste vrijdag vrij gehad. Dus ik moet nu ook gewoon weer 5 dagen werken. Wat geen probleem is, want ik ga in september ga ik ook weer een weekje weg. Dus ik heb niks te klagen. Het is wel jammer natuurlijk, want het was wel lekker. Maar 4 dagen is werken. Maar alle uren zijn nou op. Ik heb alle uren opgemaakt. En ik heb die vrijdagen die ik vrij was, dat waren er een 5. Vrijdagen ben ik vrij geweest. Heb ik toch ook wel leuke dingen gedaan. Ik heb natuurlijk geklust bij mijn buurman in de tuin. En ik heb nog een paar keer lekker naar de Efteling geweest. Dus de vrijdagen waren wel lekker. Dus het zal wel weer even wennen zijn om weer 5 dagen te werken. Een hele werkweek. Als je natuurlijk maar 4 dagen vrij bent, dan is dat wel lekker. Nou, de katten die zitten nog even lekker. Kijk, Boquito hebben een lekker plekje uitgezocht. Lekker voor het raam. Kan die lekker nog even lekker naar buiten gluren. Ik ga nog even lekker op de computer zitten. Ik ga nog even een spelletje spelen of zo. Ik ga misschien nog wel even Planet Coasteren. En dan ga ik deze vlog ook even editen en online zetten. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken naar deze vlog. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer natuurlijk op Itzy Ultrex. 335 abonnees. Er zijn er weer 2 bijgekomen. Dus het gaat de goede kant op. Iedereen de groetjes van deze kant. En ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dus dat duimpje de lucht in. En druk ook op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of een livestream is. En druk alle notificaties aan. De groetjes allemaal van deze kant. En jullie weten het allemaal. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe. Paf.